Kevin, ja, 22-14, het lijken zware cijfers, maar toch, ik had het gevoel dat er meer in zat. Ja, ik denk dat ons team niet scherp is begonnen. Dat was heel duidelijk, daardoor staan we na een kwartier nog droog, staat het wel maar 3-0. Maar de scherpte was er niet. En dat doet al heel veel natuurlijk, dan kom je in beginfase niet achter. Aan de rust hebben we dan wat bijgestuurd. In aanvang lukte dat nog niet echt, we hebben wat wissels gedaan. Kwamen we toch terug in de wedstrijd, komen we op 1-0. En dan natuurlijk moet je een beetje geluk hebben dat je ook die gelijkmaker kunt maken. Die viel dan net niet. Komen ze op 2. Krijgen we terug een paar kansen voor terug op 1 te komen. Een afgekeurde goal. Een kans op een meter ernaast. En dan gaat een bal over. En dan weten dat is de wit van Murphy. Dan komen er 3. En dan was het was er nog 7 minuten te spelen. En je zag gewoon bij iedereen is het geloof zakte weg. En dan hebben we de laatste 5 minuten laten gaan. Waardoor dat er hier overdreven cijfers staan. Het is niet goed van ons dat we de laatste 5 minuten laten gaan. Want nu denkt inderdaad iedereen dat het niet spannend was. Maar als je 7 minuten voor tijd nog altijd op een goal staat, dan weet iedereen die hier was dat het wel spannend was. En dat er meer in zat. Zeker en vast. Derde finale op rij. Derde maal dat jullie de beker niet in de kast kunnen zetten natuurlijk. Hè. Dat zal toch wel een beetje zuur zijn, denk ik. Vandaag zeker en vast. Omdat vorig jaar dan stonden we hier tegen toppermachtige Boekenberg. En dan weten dat je winstkansen 20% zijn. Ja, dus gevolg is als je hier een goede wedstrijd aan speelt. En dan ben je na de finale niet meer content. Dan denk je van we hebben goed meegespeeld. En er waren iets beter. En de kous is af. Als je een finale mag spelen tegen iemand anders als Boekenberg. Ja, dan weten dat je winstkansen om 50% zijn. Want dat is al bewezen. Al de andere teams kunnen van elkaar winnen. En dan is het natuurlijk heel zuur. Want als je dan zo uit de startblokken schiet, 0-3 achterkomt, heel de eerste time eigenlijk niet scherp afwerkt buiten dan Ben Wouters. Dan heb je gewoon een probleem en dat is gewoon niet goed gedaan van het team. En dat is het verschil tussen die een beker in de lucht steken of nu met de zilveren medaille rond de borst lopen.